Ben Hoi, ik ben Stan. En samen zijn wij de, de Kijkbuiskinderen. En vandaag kijken we naar Make Up Your mind. 2024. Stan, hartelijk welkom. Dankjewel. Voor de mensen die denken, hè, dit is Stan. Ja, dit is Stan. Dat, ja. Dat is lekker makkelijk, toch? Hé, is dit Stan? Ja, dit ja. is Stan. Ja. Klinkt een beetje als Sam net iets anders. De, de, de beginletter komt overeen. Uh, de, de laatste letter niet eens. Uh, ergens in het midden klopt nee, ook ja, iets. ja Maar daar is eigenlijk het meeste wel mee gezegd. Klopt. Word je ook wel eens Stan de Man genoemd of stand de Man? Vaak. Nou, kijk, ja. zie je? Dan dus is we het mee een voor een kunnen zijn van elkaar. Ja, had gekund. Had gekund. Is niet gebeurd. Nee. Stan de man, ja, dat komt vaak voor, inderdaad. Nou, hartelijk welkom bij, uh, bij Kijkbuiskinderen, Stan. Ja. Uh, Dankjewel. Mensen denken waarschijnlijk, make up your mind. Hé, uh, hoezo? Uh, leg eens uit. Gaan we doen. Rustig maar. Ja, ja. ja gaan we doen. Gaan Zeker. We doen. Make Up Your Mind start op 23 maart 2024. Dat is bijna. Dat is bijna. Wij nemen dit op op... Uh, maakt niet uit. Uh, <laughs> <laughs> op goede dagdeel nemen wij dit op. Ja. Op goede dagdeel. Um, en dat betekent dat wij dat met kijkbuiskinderen ook gaan verslaan. Zeker. En uh, Corné had dat ook graag willen doen. Maar ja. uh, ik heb het er met Corné over gehad, Stan. Um, omdat Corné op dat moment samen met mij onder andere uh, de verraders nog aan het bespreken is bij Kijkbuis. Kinderen en omdat Corné ook nog in Tunnelvisie de podcast over de mol België zit, dat loopt allemaal tegelijk dit allemaal. jaar. Vraag ja. me niet waarom, uh, ik weet ook niet waarom ze dat ons aandoen, maar ze doen het ons aan, ja. ja en we wilden Make Up Your Mind toch niet missen, nee, zeker niet. Nee, precies, um, we doen een soort van mini voorbespreking. Want zoveel ja. is er nou ook weer niet bekend. Maar er is al wel wat. Ja, klopt. Er ja. is al wel wat. en ja. ik wil toch nog even, even uh, Corné ook even bedanken. Vind ik toch lief dat ik dit dan toch mag doen. Uh, ja, met maar met zo jou. is die wel nog. Ja. Soms. Vind soms. Ik toch, soms. Soms is die zo. Als hij een goede dag heeft ja. dan... Uh, Nee, vind ik heel lief. Daarom zeg ik ook altijd: Goeiedag, deel. In de hoop dat hij dan. Die, dat dat het dan, het van dan, hem ook ja, goed is. Ja. Dat het dan doorcijpelt dat hij een goede dag krijgt. Snap je? Ja. ja. Goeiedag. Ja. ja, ja. Vandaag. Nee, ja, zeker. Um, Corné is niet zomaar weg. Ja, in deze pre-aflevering wel. Uh, maar ja. in de Make Up Your Mind uh, podcast-afleveringen van uh, Kijkbuiskinderen. Ik ben weer lekker uit mijn woord aan het komen. Ja. Daar zal Corné ook gewoon zijn eigen uh, corner krijgen. Uh, ik zit te denken aan Corné's Corner. De Cory Corner. Oh, de Cory Corner. Oh, die is... die is lekker, hoor. Die is lekker. Ja, ja, ja. Je bedenkt ze waar ik bij zit. Ook oh, ja, okay. Graag gedaan. Uh, zeg, wat... Samantha en Stanneke. Corny Stable is er wel bij, hoor. Het is wel niet veel wat ik toevoeg, maar ik voeg wel wat toe. Um, wat hebben wij te bespreken? Nou, allereerst hebben wij te bespreken dat er een video online is verschenen. Met ja. allerlei verschillende queens van het Zeker. komende seizoen. Ja. Uh, en niet zomaar een aantal queens, hè? Uh, nee, er komen als het goed is en dat hè, dan heb ik het over de reguliere Queens ja, zeker, denk ik, zeker. niet over de gastqueens. Dat ja. weten we nog niet of die ook weer dit jaar komen. Geen idee. Maar 26 Queens zijn er weer. Zouden daar de gastqueens al bij zitten? Dat zou ook wel logisch ik zijn weet natuurlijk Ik weet het niet. Hè? Want het zijn 7 afleveringen. 7 afleveringen ook voor het eerst. Dus halen van de 26 even 7 af, want dat is er één per aflevering dan en mm -hmm. dan zit je op 19. Nee, dat is ook niet handig deelbaar getal. door 7. Ja. Nee, ik denk dat die er nog niet bij zitten. Oh, maar je hebt natuurlijk ook bepaalde queens... die gewoon in een kwartfinale, halve finale ja, terugkomen. Zeker, ja. Oh, daar hebben we ook nog niet goed mee gerekend natuurlijk. Nee. Hefferdorie. Kun jij wel goed rekenen? Laat het even <laughs> weten in de comments hier beneden. Ja. Um, hoe was het tot nu toe? Vijf, vijf queens per aflevering en dan vielen er twee steeds ja, af? Klopt. Soms? En, uh, dus dan had je eigenlijk dus inderdaad vijf per aflevering en één ging door. En dan had je die vier queens nog in de finale. Dat oh, was in de vijfde aflevering. Dat was het. Ja, ja, ja. ja, ja. En dan dus elke aflevering een, een bonus drag. Een bonus queen. Ja, een bonus queen. <laughs> en en niet, te verwarren, ook nog even. niet te verwarren met een bolus queen. Dat is iets heel anders. Ja, dat is <laughs> echt waar. Ja, die draai ik wel eens. Maar is, oh, uh, nou, nou. Dat zijn gesprekken voor uh, in de avonturen, denk ik. Ja, um, voordat wij <lacht> het. <lacht> Het begint al lekker hè. Zeker, Voordat wij ja. het, um, uh, het filmpje gaan doornemen, wat online is verschenen, en ja. nog een foto, van een, foto een van een Queen. Heel belangrijk. Ja, een ja. volledige zichtbare foto. Ja. Want dat filmpje dat laat steeds vlakken zien van Queens. Dus een half gezicht, gezicht zo, een half gezicht horizontaal, verticaal. Ja. Ik doe dan zo en dan denk ik: oh ja, er zijn ook mensen die luisteren. Ja. Sam, je moet het even toelichten. Ja. ja, dat klopt. Maar je mag ook naar ons kijken hier. Zeker, gezellig. Zet. Vinden we ook leuk. Ja. Um, de queens die tot nu toe ooit hebben meegedaan aan ja. ja, de Nederlandse Nederlandse versie, niet van Make-up Your Mind. De Zodat de we weten, nee, precies. Ja. Zodat we, hoe heet het in Spanje? Er is ook een, volgens mij, ja, Italiaanse versie. Ja. Ik weet niet precies hoe die heet. Was er de my Queen? Klopt. Ik heb geen idee. Ja. En in Duitsland, uh, Viva la Diva. Nou ja, ja. en dan, 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 pakken your mind. Ze, dan pakken ze een Spaanse naam in Duitsland. Ja. ja, Doe <laughs> maar, joh. Viva la Diva. In het Italiaans is het in Duits inderdaad. Macht je gezicht af. Ja, ja. ja. ja Zoiets. Ja, <laughs> zoiets. Ja, ik vind het prima. <laughs> ik denk dat het verkocht is. Ik denk het ook. We twee keer hetzelfde programma maken in <laughs> ja. een jaar. Ja, maar je gaat alle queens opnoemen die. Ja, even kort. Want dan, oh, weten even kort. We, dan weten we. dus in ieder geval ook omdat het een pre-aflevering is, weten we dat we uh, over die mensen niet meer na hoeven te denken, want die klopt. hebben ooit al meegedaan. Ja. En dat, dat lijstje zullen we er gewoon altijd nog even zelf ja. bij moeten houden. Van, oh wacht, die heeft al wel meegedaan. Ja. Ja. Um, te weten in seizoen 1 Barry Atsma, Jim Bakkum, Barry Stevens, Tigo Gernandt... Dominic Seldis, Domien Verschuren en Walter Kroes. Dat was een soort van die try-out versie, die ene aflevering toen. Um, dan hebben we in seizoen 2 hebben we Victor Reinier, Frank Danen, Winston Gerstanovic, Egbert Jan Weber... Dylan Hagens, Francis van Broekhuizen, Donny, Roe Veer... Ron Boshart, Ferry Doedens en Joris Lintse, Gerard Ekdom, Jamie Trinité, Leco van Zadelhof en Martine van Os. En in de laatste aflevering, Juvat Westendorp, Dan Carroti, Jamile Loman, Frank Bartels en Zoe Caron. Ja, lig je nu al slap? Dat belooft niet veel goeds. <laughs> uh, en <laughs> seizoen 3, ik ga er maar even snel doorheen: Lex Uiting, Ferry Somoji, Stefano Keizers. Die Tegenwoordig ook weer anders bekende Ronnie Donnie. Ronnie Tonnie. Maar ja, hij heet natuurlijk ook gewoon Govermeid. Ja, Gover, heeft, dus ja. Govermeid. Maar ja, met zo'n naam wil je inderdaad gewoon ieder jaar een andere naam aannemen. Dat is ook wel begrijpelijk. Jeroen Spitsenberger. <laughs> uh, Ruben Nicolai. Die heeft ook gewoon een keer meegedaan. Ja. Hè? Met de Maas Singer kan het niet. Maar met dit ja, komt met het wel. Dit wel. Huub, Stapel, Cas, Jansen, Tommy Christian, Frans Duits, Hans Klok, Robert Rodenburg, Jan Versteeg, Tim den Beste, Roelof Hemme, Kees van der Spek. Daar is hij weer. Cheese ja. from the bacon. Charlie Luske, Hugo Kennis, Kees Tol, Patrick Martens en Jeroen van der Boom. Ja, ik ja. weet niet wat het is met die man. Uh, want... Wat hij doet, doet hij gewoon extreem. Hij is ja, gewoon hij ook is echt wel heel, heel goed. goed. Met de Mars Singer, precies hetzelfde, was hij ook echt heel erg goed. Zeker. Met Make Up Your Mind was hij ook gewoon oprecht heel erg goed. Ja. Alleen, ik, ja, hij werkt op mijn irritatiegrens, die man. Maar... Hij en dat doet heeft aan hij niet. Alles express. al meegedaan nu. Inmiddels heeft hij aan heel veel al meegedaan. Daar doet hij in ieder geval. Nee. Hier doet hij in ieder geval. Make niet your in de Mind, de Singer, hij doet niet meer mee. Nee. Maar in het komende seizoen van de Free Vader's. The people. Wat? In het komende seizoen van de Verraders. Oh nee. Daar is hij weer. Nee, geen idee. In het Halloween-seizoen. Zul, zul, zul je zien. Ja, hoor, daar zit hij weer. Daar ja. is hij weer. Jeroen van de Boom. Ja. Oké. Okay. <laughs> maar, Sam. Ja. Want we hebben natuurlijk ook nog. Gasten gehad, elke aflevering. Ja, inderdaad. dat hebben En we. eigenlijk staan, ik denk dat die eronder staan. Want we hebben hier, uh, Peter en de Vries is er natuurlijk ooit mee begonnen. Ja, juist. En ik denk dat uh, daaronder in seizoen 2 ook nog wel staat welke gasten daarbij waren. Bertie Steur. Ja. Dennis van der Geest als Bonnie Blue. Andy van der Meijden tot Sylvie Mercy. En Danny de Munk als Boelicious. En Jan Slachter. En oh ja. als Miss Studio 54 <laughs> ook nog. Ja. Ooh. Jan Slachter. Jan Slachter. Slee. <laughs> en dan van seizoen 3.0. Oh god. Ja, ook ook god. Nog. ja het is Ocht echt nog. verschrikkelijk natuurlijk. Want Wat dat een lijst mensen. Wat een lijst. wie Soyadi. <laughs> ja. Uh, Charles Groenehuizen. Albert Verlinde als Brenda Breek. <laughs> oh nee, Bre Brenda Brekelijk. -like. <laughs> Rudolf van Veen als Sweetie Toetsie. Ja. En in de vijfde aflevering Jack Spijkerman. Ja, daar heb ik toch mijn partij slap om gelegen. De skinny jeans. Ja, die ja. namen moeten we toch ook die wel in de gaten houden. Die liepen er toch echt zo uh, ja. uh, helemaal krom gebogen bij. <laughs> die Jack Spijkerman. Ja. Och, och. Maar ja, de namen die hebben wel hele goede hints natuurlijk. Vooral deze, want ja. dit is maar één aflevering. Maar wie, toch, zou, wie zou oude. jij willen zien in dit seizoen? Dit wordt seizoen vier, hè? Vier, ja. ja. Seizoen vier van Make Up Your Mind. Ja. Wie zou jij willen zien... Uh, en dan niet Nicky zeggen en ook niet Carlo zeggen <laughs> en ook niet Fred van Leer zeggen. Nee, want die gaan dat we zo zien, toch? Ja, dat is wel. Daar schat. Daar schat. Wie zou ik heel graag willen zien um, als drag queen? Erik de Vogel lijkt me heel leuk. Oeh, ja. Als drag queen? Ik, ik ben benieuwd hoe je dat weggepoeleerd. Bartho Braat. Bart Braat. Jezus, hoe je dat weggepolijst krijgt. <laughs> Erik, Erik, Erik de, Erik de Vogel. Ja. Want ja, die heeft toch wel. Blijf je zien, hoor. Die heeft toch wel een karakteristieke kop, zoals Zeker. ze dat zeggen in ja. medialand. Ja, <laughs> dat klopt. Um, ja, jeetje. Nee, die ken ik niet. Nee, zeg jij dan wat? Uh, Wie zou jij nou echt willen zien? Nou ja, mijn go-to naam, maar die wil ik in alles zien eigenlijk, is uh, Brigitte Kaandorp. Ja... Maar ik zou cabaretiers gewoon in het algemeen zou ik graag wat meer cabaretiers zien. Een Bert Visser. Ik ja. ben ontzettend benieuwd. Die kan dit ook heel goed doen. Die denk zou ik. dit prima kunnen. Die alleen het best kunnen winnen. Alleen krijg je dan als een typetjes die er dwars, dwars doorheen komen, zeg maar. Snap je? Ja. Bert. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Jochem Meijer. Jochem Meijer. Wil ik ook wel zien. Ja. Uh, nou, Roué heeft al een keer meegedaan. Wie hebben we nog meer? Willem-Alexander. Eindhoven. Willem-Alexander, meedoen. Willem-Alexander, ja. En dan maximaal queen. Ja. Dat hij ook gewoon een keer de queen is. Dat is toch leuk? Ja. En dan heet zij, heet dan queen-queen. Ja. Dat is meer, hier is ze dan. Queen-queen. Hé, wat? Ja, heerlijk. Maar wie wilde jij nog? Wat zei je nou? Ja, hoe heet hij ook alweer? Oh, hoe heet hij nou? Ook een cabaretier. Hmm. Eindhoven, Nonda Ju. Oh, Hans Theeuwen. Nee, nee. Die praat zo. Of zoiets. Oh, ik, ik ben Stel je voor, je voor dat Hans Theeuwen in dit programma Eind... mee gaat doen. Oh, dat wordt niet. ook heftig. Alsjeblieft niet. Eindhoven, ik, ik, ik ben al heftig genoeg. Uh, Eindhovense cabaretier. Nou. Oh, het ligt op het puntje van mijn tong. Dit is ik zo erg. Het, ja. En dan blijft het maar duren, dit. En ja, de luisteraars denken duurt. nu ook... Sam, hou Ga je door, kop gewoon dicht. Ga door. Nou, dan gooi ik gewoon even nog een andere naam. Die kom er ander. straks nog wel op. Ja, Harry Piekema lijkt me ook leuk. Oh, ja. Lijkt me leuk. Ja. Ja. Oh. Ja, maar dan wil ik, dan wil ik ook dat hij wuppies op zijn, uh, <laughs> op zijn pak heeft en zo. Ja. Ja, zeker. Alles hamsters. Mis aha, weet mm -hmm. je al? Ja. Aha. Ja, ja, ja. Precies. Alberta. Al... Ten eerste, het is Alberta. Ten eerste, hè, het is Alberta. En ten tweede, mooi al gaat gelijk. Krijg je dat, hè? Ja, ik vind het heftig. <laughs> is het ook? Ja, het is heel heftig. Welkom bij mijn mengpaneel. Ja, ik ben ja. hier nog niet aan gewend. Maar dat zal wel komen vanzelf. Maar uh, ja, ik ga toch even naar de specialist na deze aantal weken dat ik hier zit. Ik moet hier nog zeven afleveringen hierna. Ik hou me hart vast. Maar goed plus nog een afterbespreking. Een ja, after al, die, al die onzin. Oh ja, ook nog. Uh, nou nee, dan nog acht afleveringen. Ja, ja precies. Gezellig. Wij gaan uh, op zeer, zeer, zeer korte termijn gaan wij... Magiet uh, van der Linden, ook leuk. <laughs> ja, ook leuk. Chris, Chris oh. Segers. Chris Is hij z n z n... niet al geweest? Hè? Nee, met zijn perkamentenkop, Dat wil ik wel zien. <laughs> <laughs> Miss Parchment. Ja. Is, uh, heeft... Of je noemt hem dan <laughs> Miss Dumbledore. <laughs> <laughs> ja omdat ze haar van perikament is. Uh, Snap je? Oké. Okay. Maar. <laughs> ja. Ik weet het niet meer. Ik weet het ook niet meer. Ik het niet zeggen, meer. maar ik weet het allemaal niet meer. Oh. We gaan door. Hij <laughs> zit er ook een keer bij, hoor. Ja. Nou ja, dan weet je, dan weet je een keer ja. hoe het voor de rest voelt. Ja, ik merk het echt. Alles vliegt uit mijn hersenpan. <laughs> het is echt verschrikkelijk. Oh, what the hell. Lenny Koer wilde je nog zien, toch ook? Ja. la, -la, 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 -la. Hoe zou zij dan heten? Miss, Miss Mandoline of zo. <laughs> hè? De troubadour. Ja, dat ligt wel voor de hand dan. Of noem je zo'n ding? Zo... Een tamboerijn. Ja. Miss tamboer. Fijn dat zo. je het ook vraagt, maar geen antwoord krijgt. Nee, van mij. verschrikkelijk hè? <laughs> ja. Zo werken, echt, zo werken onze hoofden. Ja, we zitten echt in Hint, maar dat we er dan er niks, niks komt. Die kappertje uit Eindhoven, we zullen het nooit weten. Ronald Goedemond. Ronald bingo. Goedemond. Uit het niks kwam Ja, die. dat is echt leuk ook. Ja. Die zou ik wel willen hebben. Dat vind ik wel heel leuk. Herman nou Finkers. Ja, willen hebben. <laughs> Sparen ze <laughs> allemaal. Die wil ik op zolder, he <laughs> Herman in, in de podcast, Herman vinkers. Ja, miss Nu 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 Nu. je dan. <laughs> Ken je die sketch van hem? Nee. De Nu 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 braan. Oh, zoek, zoek maar een keer op, zoek maar een keer op. Um, Hij heeft gewoon straks een naam en er staan dan vier O's achter elkaar in. Stof voor een andere keer. Oh, ja. Stan, ja we gaan Jij door. liet mij um, vanmorgen een, uh, een video zien van ja, Make Up Your Mind 2024. Ja, zoals Carlo dat zou zeggen denk ik. Nou ja en wat gebeurt daar nou eigenlijk? Je ziet in uh, verdeeld over verschillende vlakken. Het is eigenlijk een tv-commercial. Ja precies. Zie je. Allerlei queens die dus meegaan doen dit seizoen, door elkaar heen gemonteerd. Ja. Je ziet blauwe hoofden, groene hoofden. Toijen. Uh, pruiken. Ja, rood. Baarden, geen baarden. opgespoten lippen. Ja. ja. En dan het logo. Ja, en dan het logo. Ja, het hoort er. Nou, leuke voorbespreking. <laughs> Hartstikke <mooi>. leuk. <laughs> maar ja, wat dus nu zo leuk is. Kijk, ik kan daar dus helemaal niks uithalen. Want je ziet alleen maar lippen. En die lippen zijn toch wel anders door de make-up. En je ziet ogen. En dat kunnen dan weer lenzen zijn. Of ja. het, 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 De neus He? is anders gekocht. Net zoals bij Anna, de ja. mol. Dus je ziet het toch niet. Maar ik vind het toch dan leuk om te kijken wat mensen hier dan wel op reageren. Ja. En één iemand zegt al jurre geluk. Oeh. Nou, dat zou ik toch wel erg leuk vinden. Ik weet niet welke dan. Om even in de wie is de mol sfeer te blijven. Ja, ik zou ja, niet weten welke jurre geluk dan moet. Oh, hier iemand zegt dus die goud met zwart is jurre geluk, 100%. En als twee mensen het gaan zeggen, dan vind ik het toch interessant worden. <laughs> maar jij kijkt nooit in de, in de reacties en dan je denkt, oh ja, vind ik plausibel. Ik ga wel gewoon hetzelfde schrijven als die persoon. Ja, dit is nummer drie die zegt, ik zie jurre geluk. <laughs> ja, ik heb hem dat een heel jaar lang gezien dan. Maar. Ja, nee, maar andere namen die ook nog voorbij komen zijn Mika van Leeuwen. Ken je die? Nee. Mika van Leeuwen. Mika van Leeuwen, volgens mij. Um, Eén waar ik daarbij die, die aan moet doet denken. Dus de zelfs volgens mij ook mode en make-up. En die um, presenteert ook het een en ander. Hij is volgens mij ook voor LTO Boulevard wel eens. Zo, de, ah, de man okay. met de mic geweest en zo. Mika van Leeuwen. Ik heb je brown, ik heb je blue, ik heb je violet sky. Ja. Hoi? Je houdt het niet meer, hè? Nee, ik hou het niet meer. Ik probeer het echt in te houden, want anders heb je zo'n explosie in je oor. Ja. <laughs> Um, Rick Paul van Mulligen komt ook voorbij. Mm, mm. Zegt iemand. Ja, die vind ik niet zo leuk. Uh, oh, die vind je gewoon überhaupt niet leuk? Ja, het is een, het is een heel, uh, uh, hoe zeg je dat? Hij kan ontzettend veel. Uh, ja. En dat kan hij heel erg goed, vind ja. ik. Uh, dus ik vind een heel goed, goed ja, acteur, weet ik niet. Kleinkunstenaar misschien. Ja. Um, daar vind ik hem ijzersterk in, in wat hij doet. En hij doet best wel veel. Maar ik heb hem ooit uh, geïnterviewd voor WDM TV voor een, een, een Wie is de mol aflevering om die na te bespreken. Oh ja, ja. En dat was echt, ja, ik doe het wel, flaf, 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 ja, zijn we klaar? Oké, okay, you. Terwijl ah. ik echt dacht, hij moet echt fantastisch, fantastisch zijn. Hetzelfde was een beetje met Tina de Bruin aan de hand. Die was ja, ook. Dat daar dacht ik van tevoren ook over. Van tevoren dacht ik, oh, Tina de, Bruin, oh, zo'n zin in. En die had sowieso heel weinig tijd, kan ze zelf ook niet veel aan doen. Nee, dat is waar. Um, en ja, daar was ook flaf, 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 flaf. Ja, oké, okay, ja, dankjewel, doei. Ja. Terwijl met, en, en dat is niet erg, hè. Uh, maar met al die anderen waar ik een nabespreking mee had, die bleven gewoon nog 20 minuten, half uur nadat ik klaar was, gewoon doorbabbelen. Gewoon omdat ja. ze het zo leuk vonden om het over hun seizoen uh, te hebben nog. Ja, dat Tiga. zou ik zelf ook denken, inderdaad. Tiga als Tiga, ik zoiets doe. Ja. Heeft Jon van Eert al meegedaan? aan zo'n video Eze. van mij. Nee, hier, hier aan, niet aan. aan. make up your mind. Nee, nee dat zou ik ook wel leuk vinden. Eigenlijk. Ja, dat ja. zou ik ook wel leuk vinden. Dat ja. zou ik wel heel leuk vinden. Ja, ze moeten toch weer 26 oh, mensen. Harry in de make up. Ja, ja. 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 Ze toch weer 6, meer mensen ergens vandaan uh, trekken. Ja. Nou, ik vind het toch wel heftig. Die heel Nederland ook nog grotendeels zou ja. kunnen kennen, want dat is het ook. De, 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 ja. de was dat seizoen 3 of 2 dat er ook echt iemand meedeed. Dat ik dacht, ja, maar wie de hel is dit dan? Ja, ik heb volgens mij nog niet per se iets gehad dat ik mensen niet ken. Wel dat ik dan de, de, dat, dat ik het na, de naam niet aan het gezicht kan koppelen, maar ja. dat, is, dat gebeurt nog wel eens. Ja, ik weet nog wie het was als ik hem zie staan. Niet Dylan Hagens, maar wel zo'n zo soort iemand was het. Dat ik dacht, hè? Daar heb ik daar nog nooit van gehoord. <laughs> ja, maar echt. Ja, maar ja, dat gebeurt natuurlijk. Ja, Je moet maar net die mensen, je moet ze maar net zien. Ja, dat is het. Het is letterlijk als jij geen Holland's Got Talent kijkt. Ja, dat is ook dan waar. Dan ken je heel Denker Carrity niet. Nee. Nee. nee, dat klopt. Robert, Robert Rodenburg, dat was hem oh. volgens mij. Nederlandse nee, YouTuber, al, ja. presentator en acteur. Ja, ja. ik had daar tot dat moment nog nooit van gehoord. Ja, maar dat, dat was kan. ook eigenlijk de enige naam van al die namen. die we er straks eventjes hebben, hebben vermeld. waarvan ik dacht, ik heb, ik heb geen idee meer. Ja, en Robert is ook een jonkie nog, dus dat is ook. Hij, dat hij is heeft is Niet zoveel natuurlijk. gedaan. Nee. Dus dat is, ja, hij heeft waarschijnlijk al heel veel gedaan. Kun je hem maar... ook niet kwalijk nemen? Nee. Hè? Die jongen is ook net begonnen. Ja klopt <laughs> we hebben niet alleen uh, het filmpje wat we uh, net ook even nee, voor de mensen die niet. kijken dat hebben we net ook even in beeld gebracht ja dat filmpje um, we hebben ook een foto ja en het leuke aan die foto is natuurlijk dat je daar veel verder op in kan gaan je hebt de foto je hebt de outfit je hebt de hints ja en de eerste naam die uh, daarbij kwam bij die foto kijk op die foto zie je Iemand staan in een prachtig wit pak. Wit goud, wi -goud. mooie gouden. Of is het uh, blauw-zwart? Nee, denk het niet. <laughs> We gaan hier niet over beginnen nu. <laughs> Dit is een <laughs> uh, discussie van een andere keer. <laughs> <Okay>. um, ingelijst, <laughs> dat vind ik dus ook leuk. Oh, een, ja, uh, mat ja, ja matrozen roze pet, pet op. XXL. Ja. XXL. En je ziet dus ook sterren. Vind ik dus ook interessant. Oh, ik, ik snap waar jij naartoe. Wil, ja. denk ik. Maar... Want de eerste naam... Nou Wacht even, wacht oh, de, wat staat er op de, op de matrozenpet? Op de matrozenpet staat een prachtig hart met daarin de vlag van Nederland. Ook wel beter bekend als het logo van Eurovision Songfestival. Eurovision Songfestival. Ik dacht, dit gaan we samen perfect rocken, maar nee. helaas. Eurovision Songfestival. Jezus Christus. <laughs> ja, ah. nou, Eurovision. Oh, Hartstikke heel leuk. leuk. Ja. En verder prachtige, prachtige make-up. Zeker. Um, en uh, zo voor, ja, daar onderaan zit nog een soort, ja. Mesh. Ding, diamantjes, dingetjes voor de. Een, ogen. Mesh. een mesh van diamonds. Een diamond mesh. Precies. En hey, wat me je, dus gaat ook mij, opvalt, je? gaat mij niet uitzitten lachen, hè? Deze nee, botkant. zeker niet. Ik ga jou nooit uitlachen. alleen maar toelachen, hè? Toelachen <laughs> en. Nou, verder doe ik er geen uitspraak. En een voor. soort uh, hondenuitlaatriem. Ja, er zit dus een soort choker om de nek met botten eraan. Want dat zijn toch soort, oh ja. soort zijn het botten van diamanten. Ja, je hebt gelijk. En toch dat pak is ook wel een beetje classic, hè? Classic uh, ja. met die knopen. ook op de zijkant van ja. die knopen die je nooit dicht kan doen. Het eerste wat ik denk als ik dit zie is oh lieve oma. Waar ik van hou. Het is hier zo eenzaam zonder jou. Ik ja. weet niet waarom. Ik weet niet waarom. Nee. Weten we al het naam van dit karakter volgens mij ook niet, hè? Uh, um, staat dat erbij? Nee. Uh, Miss Baksel. <laughs> Jezus Christus, ja hoor. Ja. Oh, dat zou mijn queen naam zijn. Goed, <laughs> Miss Baksel. <laughs> <laughs> ah. 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 Ja, nee, zeker. Oké. Okay. Ja, maar de eerste naam die ja. dus uh, ook <laughs> vanuit mij wel echt naar boven komt is Jan Smit. Ja, dat zei jij. Want, Want nou, ja, Jan Smit is natuurlijk uh, voor ons ook de presentator geweest toen het in Nederland was, en hij doet al sinds uh, dag en dauw ook. Uh, ja, doet hij natuurlijk Valsing, het commentaar. He? Oh commentaar. Ja. ja, het is maar waar je van houdt, hè? Jou. Um, <laughs> en hij zit natuurlijk bij de toppers. En ja. die matrozenpet zou ik daar best wel aan kunnen linken, denk oh, ik. En ja. de outfit zelf, dus ook ja. de jas. En uh, waar ik met de sterren heen wil, is natuurlijk Sterren.nl. Sterren.nl. En um, want hij doet ook uh, inderdaad uh, is hij DJ bij NPO Sterren NL Radio ja, sinds februari. Ja. Zo. Ja. So, en <laughs> um, hij heeft dus een lied: Je naam in de sterren. Ik zie je naam in de sterren. En waar ik ook daarmee naartoe Sorry wilde, Sorry voor wassen. deze gehoorbeschadiging. <laughs> ja. Het televisie gala waar je allemaal televisie sterren sterk. krijgt. Oh my God. En dat presenteert hij ook elke keer. Oh my God. Dus ik denk dat we de eerste queen uh, wel hebben. Te pakken hebben. Ja, toch is het leuk dat uh, mensen ook andere namen... zoals Adam Curry noemen. Ja. <laughs> Lijkt mij sterk, maar prima. Lijkt mij ook sterk. Kijk, Duncan Lawrence kan je natuurlijk noemen... Nou, vanwege Adam de... Ketchup. Hè? 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 Zit je in element of niet? Nee, ik nee. niet nee. oh, Oké. Okay. Duncan Lawrence... <laughs> Ja. Die uh, heeft natuurlijk meegedaan voor ons en gewonnen uh, nee. bij het festival. Yes, yeah. <laughs> <laughs> ja, jawel bedoel jij die man die tegenwoordig zo so praat <laughs> Dat weet ik niet, ik hoor hem alleen maar zingen. Ja. ja. Ja, want hij gaf heel veel interviews dat hij ineens een heel erg Amerikaans accent had. Dat oh, mensen ja, dat zeiden: danken ja. je komt toch gewoon uit Nederland? Dat danken zei: dat klopt. Maar ik heb gewoon anderhalf jaar in Amerika gezeten. Dat klopt. Ja. <laughs> dat klopt. <laughs> dat is <laughs> weer een ander land. <laughs> ja. Nee, hartstikke leuk. Internationale jongen is het gewoon. <laughs> en uh, Gerard Joling wordt ook nog genoemd. Ach nee, als Dan denk blieven. ik, ja, die heeft natuurlijk ook de toppers en zo'n festival. Maar uh, ik denk niet dat dit corset Gerard Joling echt past. Maar nou ja, dat weten we niet, hè. kan ook gefotoshopt ja, zijn, hè. Gefotoshopt. Ge Laat dat gezicht nog ja. eens zien, eventjes. En verder Cornel Maas, natuurlijk. Cornel Maas. Ja, ja ik ga toch nou, echt voor de Jan Smit, hoor. Ja, ik snap je heel goed. Maar Gerard zou met dit gezicht zou ook nog wel kunnen, maar kijk ook even hier naar. Ja, ik ben nu even aan het ik. inzoomen op het, uh, op, het op, op de middel op het corset. Op de waist. Op the waist. Girl, wat een waist. Ja. <laughs> ja. zeker. Ik weet niet waar ik ze vandaan haal. Ik niet. Me. Nou, ja, Joost Klein kan er natuurlijk in zitten. Nee. Kan natuurlijk altijd goede. Uh, nou, volgens mij heeft hij al genoeg aandacht gehad. Maar verder uh, nou, ja, goede weet aandacht je, zijn. Ja, Joost Klein, uh, dat, die zou dan nu nu dat iedereen hem kent, mee moeten gaan doen. Alleen dit is al opgenomen. Ja, dat lijkt komt. mij. Ja. Met ja. andere woorden. Ja. Nou nee, ja, Joost klein maakt Joost Kleine Kleine wel, wel even muziek natuurlijk. Jawel, maar in Nederland is hij niet zo giga bekend. Nee, ja. ik ken hem gewoon als youtuber. Oh. Als eenhoorn Joost. <laughs> ik dacht je ging zeggen. Ik ken hem gewoon ken als, als Joost. Ja. Ja, heb, je ook, heb je ook al die uh, uh, reacties gezien van Amerikanen, Duitsers, Italianen, Fransen... die op zijn liedje europa nee. reageren? Nee. Iedereen... Ik ju, ju. I hope I'm pronouncing this okay. Nee, dat doe je niet. No, je don't. Just look up uh, uh, it, uh, interview and he stelt himself voor als Joost. En yes. then you know it is uitgespreekt uh, uh, als Joost. Ja, oké. Okay. Maar ik denk dat we de eerste wel hebben. Ja, ik seizoen. denk het ook. Het is niet Joost. Het is niet corn on Ja, misschien wel trouwens. <laughs> het is niet corn Maas. Misschien het... kom ik hier nog op terug. <laughs> ja, <laughs> ja. Daar komen wij. Later op. Nee terug. ho, ho. bijna. Daar komen wij. Nu mag je. Oh. Later op terug. Wat doe je dat goed? Wat doe je dat goed? En dat voor iemand die dat nog nooit gedaan heeft. Ik Dankjewel. vind dat wel knap. Dankjewel. Ik vind dat wel knap. Maar ja, kijk alles van je. Dat is ook waar. Uh, we hebben nog één uh, nog <laughs> <laughs> dingetje te vermelden voordat wij uh, voor nu voor Deze ja. zeer hectische maar zeer leuke voorbeschouwing uh, even afscheid van je nemen. Ja, um, en dan is dus Jan mensen haar onthouden. Jan Smit, onthoud U die hoorde even. het hier. Eerst. Onthoud die naam. Ja, nou zal ja, die dat wordt, uh, dan uh, wordt maar... nog een hele grote. Ja, nee, we hebben nog één ding te melden en dat is um, om kijkbuiskinderen te kunnen blijven maken um, en om dus en uh, video's over de Mol België te maken, wat ik doe op mijn kanaal uh, en uh, de podcast over uh, de verraders. En deze podcast over Make Up Your Mind... Ja. hebben wij iets in het leven geroepen. Oh, halleluja. Oh, oh. dat is wel een prettige reactie. Ja, ja. ik ben heel benieuwd. En dat is een uh, Patreon-account... waar jij lid van kan worden voor een paar euro per maand. Uh, steun jij dan eigenlijk mijn volledige kanaal, uh, WDM TV? Zodat ik hopelijk, hopelijk, hopelijk... ook Stan en ook Corné en ook een Siem en een Dean... dat ik die ook eens een keer wat leuks uh, kan uitbetalen. En dat ik uh, vrij kan... Blijven nemen eigenlijk van regulier werk. Ja, dat klinkt heel kokkie. Maar ja. Ja, daar gaat het kanaal langzaam, langzaamaan wel naartoe. Om dan toch dit, je reguliere werk, te krijgen. Uh, ja. ja. Uh, en dat kan tijdens Wie is de Mol kan dat heel goed. Want dan kijken er gewoon extreem veel mensen naar mijn video's. Waar ik nog steeds uh, heel dankbaar voor ben. En wat ik nog steeds heel bijzonder vind. Na zeven jaar eraan gewerkt hebben. Maar um, ja, ik zou dat ook tijdens deze periode met heel veel liefde en plezier doen. Waardoor we dus veel meer uh, series en programma's en zo kunnen blijven nabespreken ook. Ja. En dat vind ik toch ook wel heel erg leuk. Ja, heel leuk. Dus uh, kijk even in de link uh, in de beschrijving. Zowel op uh, Spotify, Google Podcasts. als ook gewoon op de videoversie. staat die in de link in de beschrijving. De Patreon van uh, ja, WIDM TV. Ja. En dan uh, wie weet. Wie weet gaat het, uh, gaat het ons met z'n allen lukken. Zeker. Dan, uh, het, uh, allen lukken. Zeker. Dan, uh, ja, ik meer, ben Heel benieuwd. Meer content. Meer! We willen meer. En een hele kleine teaser. We hebben ook nog wel een leuk ideetje. Oh, voor een, uh, een soort ander YouTube-achtig programma. Ja. Toch? Ja, nee, zeker. Hebben we, hè? Ja, dat hebben we. Ja, daar gaan we niks over zeggen. Nee, daar ga ik niks over zeggen, behalve dan. <laughs> zo ben ik dan ook wel weer, hè? Tot de volgende keer. Nee, 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 okay. nee, 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 nee. Bijna. Oh, bijna. Bijna, bijna, bijna. bijna. Um, nee, dat is een idee wat ik een soort van geopperd heb en waar jij wat, wat op aangevuld hebt. Van, nou, dat zou je zo kunnen zeker. doen, of zo kunnen doen. Ja. Um, ik ga daarvoor een YouTube-kanaal starten en dat noem ik gewoon lekker Sam Co. Uh, en dan kan het eens dus een keer zijn dat ik met Stan een keer iets maak. Dan kan ja. het dus, uh, zijn dat ik met Corné eens een keer iets maak. Enzovoort, enzovoort. Ja. Dat was het denk ik voor nu. Ja, nou hartstikke leuk. Hartstikke prima. Ik heb er zin in. Ik hoor al dat we met een aflevering verlengd zijn. Ik vind het hartstikke lekker. Ik ja, vind toch? het hartstikke mooi. Ja, toch? We, ja, zitten gewoon, we zitten gewoon tegen een half uur aan. Ja. En dat voor een voorbeschouwing. Ja, ja. Lekker. Ja, maar ja, en voorstellen. Hè? Dus en je geen en, ja, ja, eigenlijk nog geen idee nog wie ik ben. Nee, eigenlijk, eigenlijk nee. hebben we je nee. nog helemaal niet voorgesteld. Maar dat komt wel bij aflevering 1 van ja. Make-up Your Mind. Zeker. 23 maart. Ja, en 2024. dan zijn wij er elke. Moeten we even kijken. Moeten we even kijken. Moeten we even kijken. We, even kijken. Dus we hebben de Mol België, we hebben de Verraders. Dus ja. we moeten even kijken waar die, waar die mooi tussen gaat passen. Ja. Hebben jullie ideeën? Laat het eventjes weten in de comments. En dan zeggen wij uh, heel graag ja. tot de volgende keer. Maar. Eigenlijk ben ik ook nog op zoek naar een soort mooie afsluiting die we altijd kunnen gaan doen. Um, kijk, bij de verraders is dat slaapzacht en tot de volgende nacht. Hè? Ja. Heel toepasselijk. Ja, maar dat klinkt toch iets te zinnig. Dat zacht. is natuurlijk is is voor, voor nee, make-up je mind. Voor make-up je mind is dat een beetje onzinnig. Ja. Um, dus laat eventjes een soort uh, afscheidsboodschap die we steeds kunnen gebruiken. Net zoals slaapzacht en tot de volgende nacht uh, bij de verraders. Laat dat eventjes achter ook in de comments en dan ja. uh, pikken wij daar de leukste uit. En die gaan we gewoon gebruiken. Ja, zeker. Heel veel zin in. Ja. Oprecht. En krijgen mensen nog een comment koekje? Nee, dat doen we niet aan. Oh, dat doen we niet aan. Dat doen we niet aan. Nee, oké. Okay. Mensen krijgen een make-up kwast. Oh, dat is wel leuk. Maar ja. wat, wat moeten ze dan in de comments zetten? Um... Wie willen zij dat er ooit nog een keer meedoet ja. aan Make Up Your Mind? Welke ja. BN'er moet volgens jou? En dat mag een man zijn, dat mag een vrouw zijn, dat maakt echt niet uit. Nee, dat kan iedereen gewoon zijn. Wie moet er nog meedoen aan Make Up Your Mind volgens jou? Laat het weten in de comments. Veel om in de comments te zetten. Ja. Veel. Veel. Maar ik heb er wel houden we echt, echt, echt heel veel zin in. Ja, want dan hebben we ook weer lekker veel om uh, na te bespreken. Precies. En voor hetzelfde geld komen al die mensen gewoon wel uh, langs, ook al Precies. is het in aflevering 4, je weet het Pre niet. Precies. Ja. Stan, ja. dankjewel. Sam, graag gedaan. <laughs> Hem ook bedankt. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. <laughs>